Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisaties, CLO, heeft vrijdag tijdens een bijzondere assemblee van de ledenraad flink uitgehaald naar C47-voorzitter Robbie Berestein. Hooghart noemt de vakcentrale een slangenkuil die er niet voor schroomt om verraad te plegen. Ook doet C47, volgens de CLO-voorzitter, er niets aan om de saamhorigheid binnen het vakbondsveld te behouden. Hooghart reageerde op uitspraken van Berestein, die een paar dagen geleden aangaf dat CLO niets doet voor de ambtenaren. Daarbovenop meende de C47-topman dat Hooghart ook niets zegt nu de ziektekostenvoorziening voor de landsdienaren te wensen overlaat. Het staatsziekenfonds, SZF, zal volgens Berestein nu slechts een derde van het gebruikelijke pakket beschikbaar stellen, met als gevolg dat het aanbod van medicijnen en specialistische diensten is verminderd. Wie is vak? Hoe was aan Samantjeri? SZF is zo goed. Weet je dat? Weet je dat? En als je ziekte toen ziet, dan is het niet in Europa. De mensen in Colombia, de mensen in Cuba. Accident verzekering heeft dat doet dat. Accident. Accident meneer Berestein, me ga tegen. In elk geval, SZF, ego, Safri, ego. Klaken de. Maar dat houdt alibi smakbaar, altijd. De CLO-voorzitter zegt verder dat de CLO, in tegenstelling tot wat Berestein heeft beweerd, zijn bijdrage heeft geleverd voor de totstandkoming van het SZF. Volgens Hooghart heeft Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren, de kans niet aangenomen om in een commissie te zitten en over het SZF te praten. Ook zou dit zorgstelsel het welzijn van ambtenaren hebben verbeterd, meent Hooghart. Kritiek jegens de CLO of het SZF vindt hij daarom onterecht. Wij hebben dan gevochten voor SZF. En om de Berestein naar C47, naar PNR. Terwijl de man is dombri, bijna 60 man. 73, 77. Bijna 60 de man is door naar parlement. Rusland, TUB, noem maar op. SZF nog maar komen. CLO-voorzitter Ronald Hooghart. Tijdens de ledenraadsvergadering van vrijdag heeft hij stilgestaan bij de 46e jaardag van de centrale. Hij liet het ontstaan van de CLO en de bijdrage die is geleverd voor lotsverbetering van de ambtenaren de revue passeren. De CLO-voorzitter onderstreept dat de algehele vakbeweging moet werken aan saamhorigheid.